No. I mean, yes. Nee, maar kijk, ik wil natuurlijk van jou weten, Henk, hoe kom je aan deze kunstenaar? En ken je hem al een tijd? En hoe is dat, hoe gaat zoiets? Ga je van kunst houden als je onderweg bent, ergens afstappen? Hoe gebeurt dat? Nou, dit is... ik was getipt door, ik weet niet meer door wie, dat ik eens moest gaan kijken bij een... Het was in het begin van de jaren 90 bij de Very Special Arts. Very Special Arts is een instelling die toentertijd in Driebergen gelokaliseerd was en die zich bezighoudt met, of liever gezegd, steunt kunstenaars die een geestelijke of ook, en of een lichamelijke, maar vooral geestelijke handicap hebben. En toen zei men mij daar, ja, jij zit al een poosje als belangstelling van de kunst en ik kende daar iemand van, zei kom eens even kijken. En toen heb ik dat gedaan en daar ontmoette ik dus Lucas van der Pol en nog een Evert Panis was een andere kunstenaar daar die ik hier ook geëxposeerd heb. En die zei dus van dit zijn onze coryfeeën, dat zijn echte kunstenaars die de moeite waard zijn om te zien en die ook kwaliteit hebben. Goed, ik heb dat gedaan. Ik was toen geboeid door zijn kunst. Ik heb kennis gemaakt en toen zei hij, ja, ik woon nu in Groningen, of ik ben in Groningen, moet je eens in mijn atelier komen. En zo is het van start gegaan, ben ik daarheen gegaan en ja, je wilt dat atelier niet zien, want dat is een verschrikkelijk rommelige toestand was dat. Ineke, zijn voormalige vriendin, die kan erover meepraten, maar het stond overal vol met schilderijen. Maar goed, zo is het contact eigenlijk gekomen en ja, dat was waardoor ik diverse malen hem hier heb kunnen exposeren. En je dacht, laat Henk er maar wat over lullen, want die is van Groningen. Precies, ja. Nou ja, hij was lid van de, of dat begreep ik ook, dat hij dus een tijd lang lid geweest is van de Groninger ploeg. Een kunstenaarsvereniging die een gerenommeerde naam heeft in den landen. En ja, en daar weet jij veel van. Dus ik wou vragen of jij daar wat over wilde zeggen. Ja. Maar misschien wel eerst andere dingen vragen, dan is dat ook goed. Nee, maar ik wil er nog wat over. Ja, Lucas. Maar de Groninger kunstenaarsvereniging De Ploeg, die is in 1918 opgericht. En die is nu heel erg bekend en beroemd en erg duur met werk uit de jaren 20. Want door allerlei impulsen van buitenaf, Duits expressionisme met name, is daar een hele expressionistische beweging met Jan Wiegers, Johan Dijkstra en zo'n aantal kunstenaars ontstaan. Jan Altink was eigenlijk een prachtige landschapsschilder. En die zijn... Mede, ja, ik heb daar heel erg gemerkt, als je over kunstenaars publiceert, dan vindt iemand zo'n boekje, dan komt er weer een tentoonstelling, prijzen zijn net weer wat duurder dan de vorige keer. En dat is nu bij die ploegers met de jaren 20 al heel lang aan de gang. Dus die zijn met 3 en soms zelfs met 4 nullen toe te rusten, de bedragen die daarvoor betaald worden, terwijl ik ze nog bij de vuilnisbak vond staan. Stond. Want tegenover een vriend van mij woonde diezelfde Jan Altink. Dus dat is een grappige ontwikkeling. En die ploeg die heeft ook allerlei andere, de grootste kunstenaar die het heeft voortgebracht was Werkman. Ja. Die heeft net zo'n grote herdenkingstentoonstelling gehad in Groningen, die naar Duitsland is gegaan daarna. En na de oorlog is die ploeg verder gegaan, maar toen werd het hele beeld veel pluriformer. Dus het was niet meer alleen de ploeg waar interessante kunstenaars waren, maar de ploeg kreeg ook iets conserverends. Dat is natuurlijk heel gauw met kunstenaarsvereniging. De oude houden zich vast aan het expressionisme. En als je dan iets anders doet, dan is dat te heftig en te avant-gardistisch. Maar dat is een hele tijd niet zo geweest. Dus ik ben opgevoed door een constructivistisch kunstenaar met driehoeken en cirkels en dat soort dingen, onder Alkema. Dus die had je er ook bij. En het was eigenlijk wel
pluriforme, die pluriformiteit, die ging er een beetje uit. En voor de avant-garde-lingen was er een andere club. En die wisselde van naam en samenstelling een beetje. Dat krijg je ook, want een van de leukste dingen in kunstenaarsverenigingen is onderling ruzie te maken. Dus dat, permanent voor de mensen gaat dit af, aan. En dat is bij hem ook gebeurd. Hij is, begreep ik van jou, hij is ook, heeft ook boos afscheid genomen van de club. Maar dat is eigenlijk een van de leukste dingen van de kunstenaars. Ja. Om ruzie te maken. Als je mensen dan over kunstenaars over horen praten, dan binnen de kortste keren krijg je verhaal wat een enorme rotzak Pietje Puk is. Want toen, dus dat, ja, zo is het. Maar het grappige is, die ploeg, die heeft dus een enorme nationale bekendheid gekregen. En die werken uit de jaren 20 en soms uit de jaren 30, die zijn dan vrijwel onbetaalbaar geworden. Het is heel grappig om dat van nul tot dit soort bedragen meegemaakt te hebben. Ja, dat heb jij ook meegemaakt. En dat ligt vaak aan de promotie van museummensen, scribenten zoals sommige tekenen. Dat ligt aan hele dingen waarvan je niet verwacht dat geld zou genereren. Maar dat kan. Nou ja, dat is een lang antwoord. Een lang antwoord. Nou ja, ik wil nog wel wat zeggen over Lucas' werk. Als je dat goed vindt. Ik ben altijd getroffen geweest door zijn, ten eerste door zijn kleurgebruik. Niet de schreeuwende kleuren, maar een beetje pastelachtig schilderwerk. En dat is een van zijn punten die mij gewoon aanspreken. En ten tweede de compositie. Hij zelf had het altijd over, ik componeer maar wat. Het moet bij elkaar passen, het moet een evenwicht zijn. En dat doe ik mijn hele leven over om een goede compositie samen te stellen. Veel van zijn schilderijen zijn daar ook, tonen dat ook. Zijn eerdere periode, en dat kunt u beneden zien in zijn grafische werk, is het veel speelser en meer figuratief ook soms. En ja, daar zie je dan weer de invloed van de reizen die hij gemaakt heeft naar Afrika. Waar hij dus toch inspiratie had van maskers. Sommige van zijn schilderijen heten ook maskers of maskerade. En dat zie je daar ook vaak. Het stelt allemaal niet, het is dus niet figuratief, dat heeft hij natuurlijk al lang gezien. Maar toch zijn er figuratieve elementen die je wel kunt herkennen in bepaalde schilderijen, zoals als ze boven op de gang hangen. Maar ja, de harmonie. Er gaat iets geweldig rustgevends vanuit. Het is natuurlijk niet modern. Het doet allemaal toch denken aan kunst van de periode na de oorlog, zeg maar, 60, 70 en na de. Maar het is toch, het blijft mij inziens langer waarde houden dan veel kunst die nu op het ogenblik gemaakt wordt, die ik dan vaak instant kunst noem en die leuke plaatjes zijn, maar waarvan het niet beklijft. Nou ja, dat is iets wat ik dan nog wil zeggen. Dat is het deel wat ik ook wil zeggen. Maar, ik wil nog aan je vragen, de keer dat ik je vroeg over de persoon, ja, toen vertelde je dat het ook een echte geteisterd iemand was. Een geteisterd iemand, ja. En hij is geteisterd om daar wat op in te gaan. Hij is geteisterd door zijn hij heeft natuurlijk gediend in de tijd van de politionele acties in Nieuw-Guinea. Daar is hij dus geweest. Daar heeft hij allerlei ellendige dingen meegemaakt. Waar kameraden die van hem sneuvelden door bombardementen. En die hij moest dan zelf, wat ik begrepen heb, zelf moest begraven. En bij een gevoelig iemand als Lucas was dat een enorm trauma. De periode hoe het daarna precies gegaan is, hij is toch een kunstenaar geworden. Hij heeft op diverse scholen, Antwerpen, Breda, Maastricht, heeft hij zijn opleiding gehad. Is hij toch daarbovenop gekomen
Mede denk ik ook door de hulp van Very Special Arts, die hem enige bekendheid hebben kunnen geven. Hoewel hij natuurlijk lang niet zo bekend is geworden als de andere schilders uit Groningen, met name van de Groninger ploeg. Maar ja, een beetje ondergewaardeerd is gebleven. Omdat hij zichzelf moeilijk kon presenteren. Terwijl het toch een hele gezellige Bourgondische man was, heel spontaan. Hij zegt dat, ik begrijp dat er wel eens ruzie geweest is, maar ik kon geen ruzie met hem krijgen in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Lijkt wel moeilijk om met jou ruzie. Ja, maar nou ja, ik vraag het ook omdat het zo wonderlijk is dat als er nou iets is wat streeft naar harmonie en zachtmoedigheid, dan zijn het wel deze schilderijen. Ja, ja. Dus er is een opvatting over schilderkunst of van kunst, dat je uit wat je in je hebt. Dan zou je dus verwachten dat een geteisterd mens geteisterde schilderij maakt. Dat is heel vaak helemaal niet zo. Nee. Integendeel, het schilderij, in de kunst zoek je nou juist compensatie voor datgene wat je mist. En dat komt minstens zo vaak voor, alleen het wordt al nooit zo geanalyseerd. Het is altijd lineair, is een geweldige gestoorde mafkees, dus je schilderijen, kun je wel zien aan die schilderijen. Ja, dat is dus een verkeerd soort benadering, zal ik dus zeggen. Omdat, en daar is hij eigenlijk een vrij behoorlijk indrukwekkend bewijs van. Ja. Hij zoekt harmonie, maar wat mij zo opviel, ik ben dan opgevoed met harde abstractie, dus echt waar een cirkel een cirkel is. En een driehoek, een harde driehoek met punten en dat soort dingen, hè. Verscherpte. Maar dat is bij hem dus bijna nooit zo. Mm. Dus dat is, daar zit een soort zachtmoedigheid in, waardoor die cirkel op meteen op een soort vruchtdragend beginsel gaat lijken. Op een bol of iets vegetatiefs of iets. En dat is wel bij hem heel bijzonder, want hij maakt eigenlijk net alsof je onder de grond, zo met licht dat er van boven afvalt. Ja. En dat vind ik eigenlijk heel intrigerend in zijn werk, ook wat je mij stuurde. Ja. Daar heb je een heel aantal van die schilderijen waarin, waarin een soort vegetatie is, maar iets wat ook met wortels te maken heeft. Iets wat donker is en langzaam oplicht of zoiets. Ja, ik vind het vooral wat hij weet te bereiken is de harmonie. Dingen waar je, ik word daar rustig van, laat ik het zo, zeggen. Dat, sommige dingen, veel schilderkunst ook, je komt agressief of in ieder geval probeert je iets op te dringen. En dat doet hij beslist juist niet. Maar wat ik ook grappig vind, hij doet ook schilderijen in schilderijen. Ja. He, dus je hebt hier dus een lijst, dan heb je daar, of soms alleen een steen. En dan ben je dus ondergronds als het ware. Ja. Of binnen een ander verband. Ja. He, dus het is ook steeds een soort, je hebt een domein, dat is het doek. En binnen dat domein weer een nieuw domein creëren. Waar je warmte voelt als het ware. Dat vind ik ook heel, heel intrigerend. Dat doet hij eigenlijk heel vaak. Ook in die gouache. Die gouaches, ja. Doet hij dat? Nou ja, dat is precies wat zoals ik het ook zie. Dus, ik denk dat we hiermee toch al aardig indruk hebben gegeven aan wat hij kan en zoekt. Hij was de laatste jaren, ben ik al een paar keer in Groningen geweest, maar toen was hij al moeizaam. Hij had ook nog een lichamelijke handicap en zijn longen werkten allemaal niet optimaal meer. En ja. Dus de communicatie werd toen al lastiger en vooral voor Ineke, zijn vrouw, die had daar natuurlijk wel veel mee te doen. Maar toch bleef hij maar schilderen, hè? Tot alleen de laatste maanden niet meer. Nee, laatste paar jaar niet meer. Nee. Maar goed, dus ik heb toch nog een aardige verzameling hier bij elkaar kunnen brengen. Er is een grote tentoonstelling van hem net geweest in Groningen ook, hè? Lectura. In Forma Actua. Oh, Forma Actua, oh ja. En dat is heel goed verlopen, mag ik zeggen. Ja. Dat blijft er Groningen. Het is toch een vraag, en dat zou ik jou nog eens even gewoon informeren. Waarom is Groningen nu
gegroeid tot zo'n kunstenaarstad. En waarom is dat nou niet Enschede of een andere plaats? Ja, dat is van weg. Ja. Zit dat in de kunstenaars in Minerva? Nou, je hebt de kunstenaarsacademie. En dat is aanwijsbaar. Ja. Dat, zo is de kroeg ook begonnen met allemaal jonge kunstenaars die niks te maken hadden en geen expositiegelegenheid. En dan ga je bij elkaar je sterk maken en dan ben je al heel erg onder indruk als een paar van je clubgenoten wel een baan, zoals Werkman, die was in het begin drukker en Jordens, die was een leraar. Dat waren echt heren vergeleken bij die arme sloggers die van hun kunst niet konden leven. Nee. Ja, dus dat is, en bijvoorbeeld Jan van der Zee was huisschilder daarnaast. Dus er waren hele andere groepen. Maar je hebt dus een grote afzet van kunstenaars en het is geïsoleerd genoeg dat die jongeren niet meteen weggaan. Dat is want het is ook een kosmos op zichzelf. Ja. En er zijn ook mensen die eigenlijk niet zo erg, die er wel vandaan komen, er ook altijd gebleven zijn, laat ik zo zeggen. Dus de mobiliteit was heel gering. Dat viel mij ook altijd op toen ik over die ploegers ging werken. Die waren daar en die waren er altijd geweest en die zullen er altijd te zijn. Dus dat gevoel. Ze waren hoopvast. Ja, en dan had je potentiële afnemers omdat je er een universiteit had. Ja. En daar waren dus heel veel, laat ik zeggen, wetenschappelijk personeel. Dat vaak schilderijtjes bij eigen mensen kocht. Dus dat had je en ja, je had, of je hebt in Groningen een cultureel klimaat wat heel eigen is. Je hebt ook heel veel dichters en je hebt ook heel veel dichters uit het westen die in Groningen zijn gaan wonen. Ja, maar ook vaak in de omgeving gewoon, de ommelanden zoals het heet, hè? Ja, dat doen die dichters dan allemaal. Mogen wij ook vragen stellen? Ja, mag ik zal, ja, is goed. Oké, kunt u toelichten dat domein in een domein? Dat snap ik niet helemaal. Daar had u het straks over in een schilderij. Oké, het schilderij doet dit. Hè, ja. Dat is een rechthoek of een vierkant. En dan maak je daar weer een rechthoek of een vierkant in. En soms is het alleen maar een lijn. Zodat het, dit is het schilderij en er is een nieuw schilderij. Het begint daaronder als het. Dus in het schilderij is er een soort tweede domein, noem ik het dan maar. Oké, maar dat zover dacht ik ook, maar dan denk je gewoon aan een horizon, dat is erboven en eronder. Nee, kijk maar, de keren dat het voorkomt, is het, dat zou je denken, maar dan moet er ook een soort vorm van verschiet zijn, maar het is er helemaal niet. Oké. Ik ga nog eens goed kijken. Dankjewel. Nog andere vragen? Want wij zijn wel aan het eind van het gesprek, denk ik. Ja, hij lijkt ondergewaardeerd als je naar de prijzen kijkt. Waarom is dat? Ja, nou ja, die prijs die maken jullie meisjes. Maar het is natuurlijk een kunstenaar die nooit zo de prijs heeft opgestuurd. En als dat komt ook voor. De mensen zeggen, het is heel duur, dus het zal wel goed zijn. Ja. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Hè? Dat is sommige mensen worden nou eenmaal te weinig gewaardeerd en kunnen er ook minder vragen. Ja. Dus ik vind het ook vervelend als je zo hele hoge prijzen gaat vragen voor die werken die het evenwicht is soms helemaal zoek. Dan kopen de mensen alleen maar omdat het duur is, dus dat moet wel goed zijn. Ja, belegging toch soms. Een goede belegging en daarom hangt hij dan niet op de teef af. Nee, zo gaat er aan. Ze was schilderijen die niet zo mooi zijn als steeds. Absoluut, dat hoor ik nog op de radio. Ja. 35.000 werken, waarvan de helft. Hij komt net van de teef af terug, dus. Dat is toch natuurlijk, maar dat is een heel andere, andere wereld. Daar vliegen de mensen van Amerika en China en weet ik wat allemaal in, hè, om werk te kopen. Dat is niet te vergelijken. Nog een vraag? Karel. Sloot hij zich ook aan bij andere kunstenaars of was hij helemaal op zichzelf?
Daar moet je professioneel juist naar kijken. Naar beïnvloedingen en dat soort termen. Ja, er zijn kunstenaars waar zijn werk een beetje mee verwant is. Maar die kennen jullie niet, dus het heeft niet zo erg veel zin om. Jo van Dijk is er een van die kunstenaars in de Groningen, waar hij vast op veel. Daar was je ook bevriend mee. Dat kan bijna niet anders. Maar dat wist ik niet hoor. Ja. Dat zie je. Dus Jo van Dijk is er een waar het heel erg op lijkt. En in de verte ook een beetje op Nanninga. Daar lijkt het ook wat op. Maar hij is ook heel erg van structureren. Hij maakt een soort kleurkristallen, zal ik maar zeggen, over het hele beeld. Ja. Dus dat is wel eigen. Dat hij zo dat hele beeldvlak steeds organiseert. Maar waardoor moet je zijn waar hij zichzelf op inspireren? Nou, ik weet niet zo goed hoe die verhouding met Jo van Dijk zat. Maar misschien weet Ineke dat. Nee. Nee. Ja. Maar Nanninga zal hij vast heel mooi gevonden hebben. Ja. Nou, dat is er een. En die had ook vaak de doodstelling in het noorden. Mag ik ook nog een vraag stellen over dat schilderij in het schilderijden? Ik probeer dat te zien of dat nou daar ook in zit. Naarmate ik er vaker in kijk, lijkt er nou juist die bijna horizontale lijn. Ja. Begint voor mij eruit te komen daar wat eronder zit als een schilderij dat erop ligt. Een beetje, maar er zijn veel betere voorbeelden. Makkelijker te herkennen voorbeelden. Ja. Trouwens, dat schilderij dat voor ik net eens van Bernberg geweest. Ja. Maar dat is wel een fantastisch goed schilderij. Ja. Misschien een leuke toevoeging op uw verhaal over het geteisterd zijn van de schulden. Vrijdag stond in de NRC een heel aardig artikel van Bas de Haas, een psycholoog. En die verdiept zich in de vraag, moet je nu geteisterd zijn om mooi te kunnen schilderen of moet je juist een optimistisch verhaal hebben? En die laat in zijn studie twee kanten zien van dat vraagstuk. Dat is heel interessant. Ik heb het helaas niet meegenomen als ik geleerd had, maar het is afgelopen vrijdag in de NRC. Aardig stuk, voorlaatste pagina, over de verhouding tussen de mentale gesteldheid, manisch depressief. Ja. En dan zie je vaak dat de manische wel creatief zijn en depressieve niet. En zie je allerlei bewegingen rondom de eigen stemming. Ja, bij manisch depressief on the way up. He, dan zijn ze vaak heel productief. Goed, is er nog één vraag, anders dan sluit ik het nu af. Want ik krijg misschien een beetje dorst en ik wil het niet al te lang maken. Ik kan dus zeggen dat dit wordt nu opgenomen en over een uur, maar dan zijn we weer weg. Maar het kan dus, ik ben nog een tijd open, die video blijft dus hier, dus iedereen kan dan nog een keer kijken als hij dat zou willen.